beetje hoor, ben ik ook. Nee. Wat ben je eruit gedaan? Godverdomme. Ja, die broek vind ik vreselijk uit. Ik vind het te strak. Ik kan net goed een legging aandoen. Hallo, met Gerard Legging. Ja, je moet zeggen, hoe is het nou? Dit was iets te veel. Nou, ik dacht het niet. Stap in mijn raketje naar de zon. Ik heb een soort snoepdag en nu trek ik vanilleijs. Dat ga ik lekker halen. Ja, ik weet dat het niet echt gezond is, maar het kan me even helemaal niet schelen. Ik was toen ook al heel goed. Mag ik even? We gaan raket nu, sneller dan het licht nu. Hallo jongens, leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe vlog, oftewel mijn nieuwe filmpje. Ik heb ontzettend veel leuke reacties gehad op de nieuwe single Wij Gaan de Raket Nu, samen met Pook. Nou, ik zou zeggen, blijf hem streamen, want wij willen natuurlijk straks wel in een of andere lijst staan, als dat mogelijk is. Ik ga naar Madame Tussaud en dan komt een bar in voor de mensen die naar het museum gaan. Die kunnen daar een drankje drinken. En die kunnen uiteraard ook foto's maken met hun favoriete artiest. En ik heb gehoord dat Lil Kleine bij de deur staat. Dus mee was bij de bar en ik ga achter de bar. Binnenkort komt ook Dre Hazes Junior komt daar te staan. Het wordt een gezellig samen zijn daar. Lekker stukje lopen. Nou, ik heb liever lift gehad. Ja, ik ga zo de bar openen. En ben Madame Tussaud. Er staan best heel veel mensen te wachten om naar binnen te komen. Ja, het is gelukkig niet heel erg regenachtig. Hallo, hi. Gaat ie goed? Ja, prima. Goed zo. Goedemiddag. Gerard, jullie zijn er. Gezellig, hè? Ja, gezellig. Hallo. Ik ben verjaardag. 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 Nou, we zijn hier bij Madame Tussaud, hartstikke leuk. Guus die speelt wat voor me, dat vind ik ook altijd heel gezellig. Hé Guus? Top. En Freddy Heineken, ja, die staat natuurlijk aan een biertje. Samen met de barkeeper, ja, het heet de Gouden Bitterbal. Het had niet leuker kunnen zijn, jongens, de Gouden Bitterbal. En die staat natuurlijk een van Nederlands meest grootste sterren. Gerard Jolien, kennen we ergens van, ik weet niet waarvan. En hier is de voltallige pers uitgelopen om het liedje te zien doorgeknipt worden door... met een mannetje of twee. Maar wat een feest, jongens, wat een gezelligheid. Lieve mensen, en natuurlijk alle pers, van harte welkom hier bij Madame Tussaud. Ja, heel bijzonder. Dit was er nog niet, er stond hier al heel veel. In was maar nog geen bar. En het heet ook de Gouden Bitterbal. Nou, aan mij is gevraagd om het te mogen openen. Ik ga straks het link doorknippen, hartstikke leuk. En de reden is ook natuurlijk dat ik misschien hier ook al voor de tweede keer sta. En dat is natuurlijk voor mij best een grote eer, want... Ik heb net eventjes alles doorgenomen. Er zijn een paar belden die voor de tweede keer in 50 jaar tijd bij Madame Tussaud mogen zijn. En ik ga toch even namen noemen. En dat is Willem-Alexander, Maxima, Beatrix, Johan Cruijff, Michael Jackson, Marco Borsato en Beyoncé en Gerard Joling. Het lijkt mij geen lullig rijtje. Dus ik ben ontzettend trots. Dus toen Madame Tussaud mij vroeg of ik dit ook wilde doen, heb ik dat natuurlijk gelijk met beide handen aangepakt. En ook even kijken hoe mezelf nog uitziet. Zijn we er allemaal klaar voor? Hoera! Nou, ik zou zeggen, kom verder of neem een drankje. U bent alle van harte welkom. Je mag lekker op de Gerards doen. Oké, dat is groot. Hij staat erop hoor, hartelijk dank. Ja, super, als eerste. Namens de feestcommissie. Wat heb je net gedaan, Gerard? Handtekening gezet op de deur. En dan gaan alle nieuwe beelden die hier komen en grote sterren die mogen een handtekening op de deur zetten. En, ik ben de eerste in de kroeg, in de Gouden Bitterbal. Heerlijk. Ja, ik ga nu even naar Laren. Ga ik wat kleding doorpassen voor een nieuw televisieprogramma. Want ik moet er toch weer een beetje aardig uitzien en kijken of ik... alles nog pas in mijn originele mate, maar dat denk ik niet. Goedemiddag.
Kunnen we alsjeblieft even passen? Doe het voor mij. Ik heb zo'n hekel aan bloemen passen. Ja. Hey, maar hoe is dit? Ja, super. Dit is super. Ja, ik voel me gewoon opgeblazen. Ja. Ja. Wat hey, je bent eruit gedaan. Godverdomme. Hoe het van mij? Echt? Ik heb zo'n hekel aan kleding passen en doorpassen. Nou, dat vind ik gewoon heel vervelend. En het komt nu dat last van die knieën. Anders maken we dat natuurlijk niet uit. Lukt dat, Clem? Nee, die gaat niet dicht hoor. Ja, hij gaat ook weg. Maar? Ja, maar nee, zo moet zit het niet... Hij loopt zo'n studie uit. Doe deze nou eens aan. Nou, ik moet er zelf erg aan wennen. Dat is alles niet. Ik vind me erg, erg kolossaal, vind ik mezelf. Dat ben ik ook, tomelijk, maar... Ja, dit staat dan weer beter. Ja, het staat wel weer leuk. Ik zou liever de spijkerbroek onder de duinenjak doen en dit zo. Ja. Je twijfelt over die broek, hè? Ja, die broek vind ik vreselijk eigenlijk. Ik vind het te strak. Ik kan net goed een legging aan doen. Hallo, met Gerard Legging. Nou, ik zou zeggen... Zie je, ik heb het eruit doen zelf. Niet thank you very much. Nee, jij bedankt. Bart, super. Ik ben heel hartelijk dank voor je heerlijke geur. Nou jongens, ik ben hier bij VIP weer als een VIP behandeld. En bedankt voor de koffie. Heel en de toosjes, en de hapjes, en de drankjes, dat kan niet op. En de zoutensteen. Hey, en de zoutensteen, daar ben ik ook dol op. Dankjewel. Doei doei. We gaan zo direct naar Bram Krikker van Slam FM. En dan gaan we mijn single promoten. We gaan raket nu. En ik vind het leuk, want hij is een ontzettend aardige gast. Hij is ook een keer bij ons op kantoor geweest voor een leuk filmpje. Mocht je denken, wat een leuk plaatje. Samen met Pook, we gaan raket nu. Stream hem. Of ga naar mijn YouTube kanaal en dan komt het helemaal goed. Dank jullie wel, lieve schatten. Hij doet het niet. Nou, jammer dan. Glenn, wil jij even kijken? Hij doet het niet. Zijn er toch bijna. Ik ga gewoon naar het werk, vreselijk. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Een nieuw luchtje? Ja, een nieuw luchtje heb ik gekregen van Bart van de VIP uit Laren. Een bijzondere geur. Het is een VIP-luchtje. Het is echt VIP-luchtje, dat heeft niemand. En dat is prettig, want dan ruik je namelijk heel exclusief. Dat is wat ik bedoel bij de VIP. Ja, je moet zeker mijn hoesten. Nou, hier gaan we rechtdoor. Dit was iets te veel. Nou, ik dacht het niet. Nou, je hebt het wel gezien, hè? Ja. Glenn, hier. De eikels. Je hoeft geen eikel te zijn om aan een boom te hangen. De eikel valt niet ver van de boom. Goedenavond, alles goed? Dankjewel. Een applausje voor Gerard Joden. Ja, en eindelijk, dit is je slam debuut over. Nou, dat is toch fantastisch dat ik hier uitgenodigd ben. Ja, en terecht. Superleuk. En het is ook, ik moet zeggen, ik heb een mooie hoek ook hier in de studio. Ja. Kun je een beetje naar buiten kijken, maar het ziet er ook allemaal heel lekker jong, fris en gezellig uit. En jullie zijn allebei lekker nog jong en fris. Wat heerlijk. Dankjewel, hier dat jammer te ook zijn. Met de juiste belichting kan ik nog jaren mee. Lekker dan! Hey, pop! Wat een hit, jongens. Ja, wat een hit, hé. Dit moeten we toch gaan omarmen. Ja, ik hoop het. Doe je hierna nog een uur, jullie, of niet? Zeker. Oh, dan kan je die raketten nog wel een keer rammen, gewoon. Ja, dat wel, natuurlijk. Betaald. Dat gaan we wel. We draaien straks gewoon nog een keer. Ja, dat vind ik cool. Oh, ja, dat komt hier, hè. Wat moeten we doen? Nee, ik weet niet wat we moeten doen. Het is gewoon... Stap in mijn raketje. Met dat zang? Is het. Met zang? Oh. Dat mag, dat moet niet, of dat is mag het? Wel. Okay. Stap in mijn raketje! Yes! Nog een keer! Jij ging veel te hoog. Hoezo? Je begon al hier, man. Ach, echt dat tyfus. Stap in mijn raketje naar de zon en daar voorbij! Ja, die zit er wel op. Dankjewel, man. En lekker op! Ja. Dat was heel leuk. Ja? Dat was de eerste keer, hè, daar? Ja, alles moet een keer de eerste keer zijn, natuurlijk. Geldt voor iedereen. Nee, ik vond het echt superleuk. Was ook gezellig. Daar heb ik zo'n hekel aan. Kattenstront en hondenstront. Och, het is onfatsoenlijk dat je dit gewoon voor je hek gewoon hebt liggen. Echt ongelooflijk.
Gaat lekker, gaat lekker makkelijk op het schepje, joh. Het is dezelfde keer dat ze voor mijn hek schijten. Ik word er echt niet goed van. Maar goed, dat geldt terzijde. Ja, ik ga het zo maar trekken, even een vanille-ijsje. Dus we hebben net gegeten bij Wino. En Sil heeft gekookt. En dat waren best... Dat is heel lekker. Maar ik had dat ook zo maar trekken in vanillevla. Dat heb ik ook al een halve liter op. Ik heb een soort snoepdag. En nu trek ik vanille-ijs. Dat ga ik lekker halen. Ja, ik weet dat het niet echt gezond is, maar het kan me even helemaal niet schelen. Hi, hi. Heb je milkshake chocolademilk? Ja. Twee? En vier bekertjes softijs? Ja. En een bekertje slagroom als dat kan. Vier? Ja. Ik zie ook een raketje staan. Hartelijk. Dank u. Super. En hartstikke bedankt. Hetzelfde, dankjewel. Goedenavond, hier. Goedenavond. Jullie ook. Dankjewel. Hoi, hoi. Nederig gehoord. Goedemiddag, Cor. Samen Rudolf, ja. Gezellig. Ik heb net koffie gezet, joh. Oh, dat is lekker. Hi, hi. Hoe is Jannie? Nou, dat gaat goed, hoor. Ja? Kijk, jongens, we zijn in Schagen hier op de... Nou, weet je, het is geen Westfriese markt, het is gewoon de markt. En hier hebben we onze eerste centen verdiend. Ja, ik met wc-schrobben en Gerard met buitenlandse toeristen oplichten. Dat is het eigenlijk wel. Toeristen oplichten. Hallo. Ja, ik was zo'n knap obertje vroeger. Ja. Ik kreeg heel veel fooi. Ik had meer overtippers dat ik per uur verdiende. Ik was toen ook al heel goed. Goed. Godzie, dit was mag ik even? Ja hoor, dat is een leuke afsluiter lijkt me van de dag. Heb ik nou opgenomen? Ja, verdomd joh. We zitten hier heerlijk in Schagen bij Wonders aan een soepje. Yes. Een tomaat, een echte pomodori. Pomodori. Waar heb je, waar is jouw brood? Wat heb jij? Jannie heeft al het brood opgegeten. Voor de vogeltjes. En wat ligt hier dan? Is dat voor jou allemaal weer? Ja. Er zitten hele hebberige mensen weer aan tafel. Het duurt vreten lang hier bij Wonders. Je zit al 3 kwartier te wachten op een broodje, filet en 2 carpaccio. Wat vind jij ervan? Niet normaal. Wat vind jij ervan? Van het wachten? Honger! Honger! Ik vreet die kaas standaard op. Oh. Ik had nog een Pepsi Max. Ja, Pepsi Max. Wat heerlijk. Die is wel snel. Ja, hartelijk dank. Nee, maar ik heb er geen problemen mee. Echt ontzettend trekkende hier. Ik dacht dat ik het toch brengen. Ik dacht het ook, ja, maar ze hebben een vast vriend. Godzie, Dikkie, wat een adem. Je weet dat je hem niet aan het staan, hè? Echt waar? Ja, dat is echt kut. Nee, wel rood, ik zit aan de onderkant. Nee, er is toch groen erboven? Nee, maar het gaat rood om de onderkant, recording. Oh. Ben je wel wakker? Ik wil even kijken of het goed had. Oké, hoor. Dat is toch... Oeh, sorry. Waarom ben ik begonnen met toer? Eenmaal de wondersalade. De wondersalade. Nee, dan hoeft het niet meer. Dat van jou. Alsjeblieft. En de carpaccio salade. Alsjeblieft. Top. En een broodje van mij, alsjeblieft. Weerbrood. Gezellig, dank u. Kijk eens. Heerlijk. We zien nog iets te drinken. Nee, we hebben net al besteld. Hartelijk dank. Top. Eet smakelijk. Dank u wel. Nou. Jongens. Het moest van ver komen. Het mag wel een heel lekker broodje zijn dit. Ik vind het nog heel lekker eruit zien. Wat zeg je? Ja, lekker eruit zien. Ja, een beetje een ratje toe bij hem. Ik weet niet wat het toch. Mooi, we zijn dus geweest. Hier ook, dit ook. En het is nu weer helemaal dicht. Ja. We gaan raket nu! Sneller dan het licht nu! We gaan raket nu! Sneller dan het licht nu! Ik denk dat we gek geworden zijn. Ja, lieve mensen, 30 juli ga ik mijn eerste grote optreden doen. In de Amsterdamse zomer. En dat doe ik in het Olympisch Stadion. En dan kun je ook gewoon eten, een hapje. Je kunt er gewoon kaarten voor bestellen. En ja, ik zou het fantastisch te vinden natuurlijk weer. Om weer wat bekende mensen te zien, wat fans te zien. En mensen denken van, hé, ik vind het toch wel leuk om Geer even te zien. Er gaat er maar heel weinig in. Dus bestel heel snel je kaart. En ik zou het enig vinden als jullie allemaal komen. En dan zorg ik voor een fantastisch optreden. Jullie krijgen lekker eten en lekkere drankjes. En ik,
Ja, ik ben even lekker de deur uit. Super. Hartstikke bedankt en kom er naartoe. 30 juli vanaf 8 uur. 30 juli vanaf 8 uur. Op mijn paardjes uit ze. Oh, Jezus. Heb ik dat nou weer? Goed zo. En jullie kunnen mij volgen via Instagram, Instagram Story, Twitter, TikTok, Instagram, Instagram Story, ik zei er weer Facebook. En natuurlijk mijn vlog- of YouTube-kanaal. En daar kun je gewoon lid van worden. Dat kost helemaal niks. En dat zou Geertje natuurlijk hartstikke leuk vinden. Nou, lieve mensen, bedankt voor het kijken. Ik hou jullie op de hoogte. En ja, ik sta hier gezellig in mijn gangetje. En in één keer zie ik weer hoe Veller aan de wand hangt. Iets om trots op te zijn. Dankzij jullie allemaal. En ik kan alleen maar zeggen, ik wens jullie een fijne week. Een dikke knuffel van Geer. En ik spreek jullie snel. Dankjewel.